Welkom in 12 voor Christus, de periode dat Yang Yang keizer werd in China. In Zuid-Amerika de NASCAR-cultuur opkomende was en bloeiende was. Maar het was ook dezelfde periode dat de Romeinen Nederland veroverden tot aan de Rijn. Wat hebben de Romeinen uitgevonden? Klok, misschien. Wegen en cijfers. De manier van gebouw maken en zo. Aqueducten. Op dit moment is er nog een klein plekje waar ze met de scepter zwaaien. Wat komen de Romeinen hier doen in Nederland? De Romeinen waren bezig hun rijk uit te breiden. Noord-Afrika en ook naar Noord-Europa gingen ze. En ze kwamen hier bij de Oude Rijn. Dat noemden ze de Limes. Die liep van Nijmegen tot Katwijk. En dat was eigenlijk hun noordelijke grens. Het was hier koud. Het was hier geen zon. Het was grauw. Een verschrikkelijk land vonden ze. Ze zeiden, we stoppen hier. Het is genoeg. De Romeinen gingen gebouwen bouwen van 10, 20 meter hoog. Gingen bruggen bouwen. Dat was helemaal vreemd natuurlijk hier. Dus mensen schrokken. Wat voor mensen kwamen hier binnen? Een soort maanmannetjes kwamen hier naartoe. Nou, dat is het Romeinse Rijk. En die hebben natuurlijk heel veel dingen meegenomen die wij nu nog gebruiken. Zoals? De Romeinen hadden een karren. Met karren hadden ze met wielen. En overal waren de wegen hetzelfde. Dus de rails is eigenlijk afkomstig van de Romeinen. Het paspoort hebben ze ingevoerd. En heel veel artikelen die wij nu nog bijvoorbeeld in ziekenhuizen gebruiken, komen uit de Romeinse Griekse periode. Wat een ongeorganiseerde bende hier. Er moet orde en rust komen. Wij Romeinen zullen jullie rijkdom brengen. Ora et labora! De Romeinen hielden van badhuizen. En ze hadden voor die baden hadden ze vloerverwarming ontdekt. Dat is heel erg bijzonder. En als we 2000 jaar geleden hier zouden zijn, hoe zou het eruit zien? Dan had het er zo uitgezien. En waar diende dan een badhuis voor? Het badhuis was gelegen op het Forum in het centrum van de stad en was een ontmoetingsplaats. Mannen en vrouwen konden hier een sauna en de sauna gaan naar het badhuis gaan. En in het badhuis sprak je met vrienden over het leven, over de handel. Er werd ook veel geroddeld. De Romeinen hielden van een reine geest, maar ook van een reine huid. Dus die lieten zich masseren en dan moest de huid mooi glad zijn. Tot rood aan toe werd er gemasseerd. En dan had je status, maar daar moest je wel voor betalen. Carpe diem. Ze leerden schrijven, ze gebruikten het schrift. En ze hebben ook geld geïntroduceerd. De Romeinen die maakten geld uit de goudmijnen, onder andere uit Portugal. En iedere keizer liet gouden munten drukken. En op één kant een afbeelding van hemzelf. En op de andere kant zijn grootste passie, bijvoorbeeld landbouw. Check! Morituri te salutant! Ah, soko